De afgelopen periode was een hele lastige voor de ondernemers. Zo moesten vanaf december vrijwel alle niet-essentiële winkels de deuren sluiten. Daarna kwam er het beruchte winkelen op afspraak, waarbij klanten de verplichting hadden om minimaal 4 uur van tevoren een bezoek aan de winkel te reserveren. Nu zijn klanten zonder reservering weer gewoon welkom in de winkel, maar er zijn nog wel enkele maatregelen waar de bezoekers zich aan moeten houden. Voor sommige ondernemers was deze tijd extra lastig, omdat zij juist voor de coronacrisis een winkel hadden geopend. Zij hebben alle zeilen bij moeten zetten om de winkel draaiende te houden. En alle donkere wolken van de coronacrisis zijn voor hen nog niet weg. Ja, bij ons zijn aangeschoven Phyllis Touw en Jeannette van Huisstede. Dames, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Jeannette, ik begin eventjes bij jou. Ondernemen in coronatijd, dat was niet altijd makkelijk. En toch heb jij heel veel gedaan om met name de Hoogstraat weer vol te krijgen met winkels, hè? Ja, het is een ongoing process. Sinds 2013 hard mee bezig. En zelfs in coronatijd, ik heb echt het briefje moeten maken vanwege de toch lange lijst van allemaal ondernemers die hier gestart zijn in de afgelopen periode. Is het zelfs drukker geworden op de Hoogstraat qua ondernemers? Nou ja, de leegstand is langzamerhand echt steeds minder aan het worden. Hè. We zijn in 2013 gestart met 40% leegstand. En dat is nu, nou, ik geloof 17% leegstand. Dat is een prestatie. Nou, we gaan eigenlijk tegen de stroom in, want landelijk gezien gaat de leegstand overal omhoog. En wij gaan in leegstand naar beneden. Dat is natuurlijk een enorme samenwerking van allerlei partijen. Het feit ook dat panden worden opgeknapt door vastgoedeigenaren. De gemeente steekt er subsidie in. Dus we met elkaar zorgen we ervoor dat die Hoogstraat weer levendig en gezellig wordt. En dat er steeds meer naartoe komen. Maar ja, ook als je ziet de variëteit van ondernemers die we hebben kunnen aantrekken. Want ja, iedereen denkt dan van daar staat toch een lege winkel, stopt daar een ondernemer in. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Nee, hoe gaat het wel dan? Nou ja, soms moet ik 10 ondernemers spreken voordat er 1 winkel gevuld is. Nee. En waar ligt dat dan aan? Willen zij niet? Of denk jij van nou? Allebei. Okay. Soms passen ze ook niet in ons beeld. We hebben een hele duidelijke visie voor de Hoogstraat. We willen dat het authentiek, levendig, innovatief wordt. En dat de ondernemers die er komen ook goede ondernemers zijn. Geen passante ondernemers die even een jaartje komen langswaaien. We willen geen witwassers hebben. We willen die criminaliteit willen we niet hier hebben. We willen dat het ondernemers zijn die graag samenwerken met anderen, zodat we er ook een sterk ondernemersbestand gaan krijgen. En soms zijn ze er ook eigenlijk nog niet aan toe. Ik bedoel, ik hou echt ondernemers tegen het licht. Heb je een goed ondernemingsplan? Weet je waar je mee bezig bent? Heb je een goed PR en marketingbeleid? Doe je iets aan je socials? Alles wat nodig is. Ja. En dan vallen er gewoon ook ondernemers af. En soms kunnen ze ook een huur niet betalen of willen ze een huur niet betalen, durven ze het risico niet aan. Dus ik heb heel veel ondernemers nodig om te spreken voordat ik 1 ondernemer echt kan plaatsen. En als ik die plaats, dan is het ook echt een ondernemer waar ik voor 100% achter kan staan. Ja, je hebt er zelfs een boek over gemaakt, hè? Ja. Ja, in coronatijd, iedereen is dingen aan het opruimen. En ik kwam erachter dat ik had 17.000 foto's gemaakt in de afgelopen 7 jaar. En dacht van ja, dat is toch heel zonde dat allemaal op een computer staat. Laat ik er een boek van maken waarin we duidelijk maken wat we allemaal doen op de Hoogstraat. Want wat houdt dat nou in? Wat doen die winkelmeiden nou eigenlijk allemaal? En dus ik heb dat boek gemaakt en dat hebben we ook overhandigd aan de wethouder. En het ligt ook bij het Schiedams Boekhuis. Dus als je het in wil zien, kan je daar gaan kijken. Het ligt ook bij Shop op de Hoogstraat 140. Dus daar kun je het ook bekijken. Ja. En Phyllis, jij was een van die ondernemers die door de ballotage van Jeannette is gekomen. Ja, met moeite nemen. Hoe ging dat voor jou? Want jij komt uit een heel ander soort wereld. Hè? Wat deed je voordat je een winkel opende? Ik was eerst schoolleider, basisonderwijs. En ik heb 30 jaar basisonderwijs gedaan en ik ben daarmee gestopt op een gegeven moment. Ja. En, waarom ben je gestopt als schoolleider? Ja, combinatie van factoren, maar het is gewoon water naar de zee dragen. Er is geen geld, het wordt niet belangrijk gevonden. En je doet veel te veel werk met te weinig mensen. En daar word je dan heel hard op afgerekend. En
een gegeven moment kon ik er ook niet meer achter staan. Nee. En 30 jaar basisonderwijs vond ik genoeg. En dan vond ik ook tijd om wat anders te doen. Dat is best wel een lange tijd. Ja, en ja. Toen dacht je, ik wil toch iets met kinderen blijven doen. Nou, ik maakte al meubels, kindermeubels van bestaande meubels. Daar was ik al mee begonnen. Ik ken Jeannette. Hoe werkt dat dan? Is dat een kwestie van de poten eraf zagen? Ja, bijvoorbeeld. Of een hele andere kleur. Of, maar je kan er een heel ander gebruik van maken. Ouderwetse telefoonkastjes en zo. Die kinderen hebben heel veel boekjes. En dan kan je een kussentje erop. Kan je lekker zitten, lekker met je boekjes. En dan kan je het allemaal zo... Of stoeltjes met iets erop. Of ladekastjes met een beschildering of zo. Dus dat deed ik al wel. En ik had een ZZP-cursus gedaan in Rotterdam, de Opstartfabriek. En toen kwam ik daar Jeannette tegen. Ja. En ik had eigenlijk behoefte aan een pop-up winkel of een etalage... om eens te kijken hoe die meubels dan lopen, de websites lasten. En toen kwam eigenlijk de vraag gegeven van Jeannette van... Goh, zou jij niet een speelgoedwinkel willen beginnen, een kinderwinkel? En toen had ik zoiets van, nou ja, dat is tuurlijk. Goed. Dus ik ben... De economie staat er fantastisch voor. Het was in 2019. Toen we echt knallen. Gewoon knallen, ja. Ja. Dus ik ben dat gewoon gaan doen, ja, eigenlijk. En wanneer ging je open, Phyllis? Ja, 1 februari vorig jaar. 1 februari, dat is echt... Dus het is maar goed dat je niet alles van tevoren weet. Ja, precies. Ja. Maar hoe was dat dan voor je? Wat? Want daar zat je dan, daar zat zeg ik maar, dan. Begin februari, feestelijke opening. Ja. En 6 weken later brak het uit. Ik ben van schrik 1 week dicht geweest. En daarna ben ik weer open gegaan. We hebben ook een Hoogstraat-app en onderling veel contacten. Dus ik heb veel meegekeken met de anderen. Wat ze deden. En weer open. Maar dan hadden we een looproute en dit en dat. Dus met elkaar hebben we een hoop ook uitgevonden hoe je dat kunt doen. Dus langzaamaan ging alles wel weer open. Maar het werd heel stil. Want mensen waren bang. Dus en jij had geen recht op steun, neem ik aan. Nee, ik was net 2 weken te laat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar had wel de afspraak voor de deadline al gemaakt. Maar nee, dan nee. Dus ik heb inmiddels wel een startersbonus gekregen. Okay. En nou ja, dat kan je... Nou ja, maakt niet uit. Breekt me de bek niet op. Ja. Ik heb wel iets. Ja, en maar gelukkig het lijkt me wel heel zuur. Want je hebt niet alleen je ziel en zaligheid... maar ook een groot deel van je vermogen heb je geïnvesteerd. Ja. En daar komt vervolgens niks uit. Hoe is dat dan? Nou, het is niet zo dat er niks uitkwam. Maar ik was eerst gewoon tranen met uit. Dat ik denk, ik vind dit leuk. En kijk naar wat er gebeurt. Maar je gaat meer gebruik maken van je website. Ik had tijd om goed te vullen. En ik heb toch in de tijd... We gingen natuurlijk half december echt dicht. En in die periode heb ik echt wel vaste klanten opgedaan. Dus dat scheelde wel. In Schiedam zit iets gunnerigs. En op het moment dat ze zoiets hebben van... nee, maar ik geef mijn geld uit in Schiedam. En dan komen ze gewoon naar je toe. En of ze bellen op. Ik heb knutselpakketten gemaakt voor kinderen thuis. Die waren geen ook allemaal thuis. En dan ging ik dat even langsbrengen. Dus ik ben ook echt geholpen wel. Ja. Door klanten die ik al kende. Maar we tijden wel echt tranen met uiten gewoon. Dat ik denk van, ik vind dit zo leuk. En het gevoel dat je zo tegen de stroom in aan het zwemmen bent. Dat heet als een soort forel zo. Dus... dat vond ik zwaar. Heb je ooit gedacht, ik ga het niet redden? Nee, ik heb ook een echtgenoot met een baan. Dus brood met smeltje wordt het niet, zeg maar. Maar ja, we hebben geen ruimte, zeg maar. Dus, en met een beginnende onderneming weet je dat. Hè? Dus ik had ook wel zoiets van, ik heb geen vergelijk. De anderen konden terugkijken, dat kon ik niet. Dus ik was met alles blij, zeg maar. Ja. En nu pas merk ik van, oh, het kan nog beter. Want ik ga lekker nu weer. Dus weet je, ik had geen vergelijk gelukkig van het vorige kwartaal. Dat is wel prettig, ja. Ja. Jeannette, hoe ging dat met andere ondernemers op de Hoogstraat? Want jij hebt al die mensen aangebracht en ineens... Nou ja, sommigen hebben het ook heel erg moeilijk gehad. Moois concept store. Die moet het hebben van mensen die spullen plaatsen in haar winkel en een stukje ruimte huren. Plus workshops, dat is een heel concept. Ja, workshops konden niet doorgaan. Mensen hadden zoiets van, ja, ik ga nu niks plaatsen in de winkel. Dus ze zijn heel creatief omgegaan met coffee to go en allerlei andere zaken. Maar ja, en mensen aansporen om dingen te bestellen. Wat jij ook zegt, dingen thuis brengen. En sommige winkels zijn gewoon veel later opengegaan. Divine Bites bijvoorbeeld gaat nu eindelijk een keer open. Maar die hebben het probleem gehad, konden niet open en gingen toen in India, want zij maken Indiase hapjes, gingen naar India en toen brak daar de Indiase variant uit. Toen kregen ze meteen met het hele gezin daar ook die Indiase variant over zich heen.
En ze zouden daar dus inkopen doen, want ze hebben dadelijk, ja, het wordt heel erg leuk. Ze maken bijvoorbeeld maaltijden en dat doen ze dan in een soort terracotta potten. Die krijg je thuis, die kan je zo in de oven zetten. Je krijgt er ook een zakje bloemzaad bij, waardoor je het ook als bloempot kunt gebruiken. Dus nou, hoe duurzaam is dit? Dus hartstikke leuk. En die potten kun je in India voor heel weinig kopen. Dus dat zouden ze allemaal gaan doen. Maar ja, ook die fabrieken lagen stil. Ze konden nergens heen. Nou, dat soort problemen, daar zijn allerlei nieuwe ondernemers tegen aangelopen. Tattoo Mart maakt prachtige tattoos. Zit op Hoogstraat 81. Ja, heeft ook veel later eigenlijk pas kunnen openen. Want niemand mocht daar naartoe. Ja. Dus heel veel ondernemers die hebben het heel moeilijk gehad. En ik, ja, petje af. Ook voor jou. Phyllis, voor al die ondernemers die dan toch maar doorgaan en het toch redden. Ja. Dus het enige wat wij kunnen roepen is shop local, koop alsjeblieft lokaal. Want we zijn er nog en we willen zo graag voort met een leuke Hoogstraat. Als we afrondend nog heel even vooruit kijken, hoe denk je dat we hier uit gaan komen? Volgend jaar zitten we misschien hier weer. Welk gesprek hebben we dan? Och, nou, ik hoop dat we niet weer een oplaaiing krijgen van het virus in oktober, wat wel wordt voorspeld. Koffiedik kijken, geen idee. Ik hoop dat we wel ook, daar helpen we de ondernemers ook bij. Maak je webshop goed, zorg dat er online besteld kan worden. Zorg dat je pakketten thuis bezorgt. Dus daar hebben we nu wel een enorme doorstart in gemaakt. Krijgen we ook geld van de provincie voor. Dat moet kunnen lukken. Dus mijn hoop is positief, maar... Phyllis, het laatste woord is aan jou. Hoe zitten wij hier volgend jaar? Nou, ik ga steeds beter en beter en beter. Dus voor mij wordt het alsmaar beter. Dus ik denk niet dat ik... ik denk dat het wel goed gaat bij mij. Fantastisch. Ja. Nou, daar gaan we op hopen. Dank voor jullie komst naar de studio vanmorgen. Ontzettend leuk om jullie hier te gast te hebben.